Zoals beloofd zijn we in dit tweede deel van de Lentetuin 2012 te gast bij de firma Van den Berg in Bresant. Marcel van den Berg, hartstikke leuk dat we bij jou in de kas mogen meekijken naar het opkweken van je bollen. Je bent bollenkweker, hoe lang zit je al in het vak? Ik ben bollenkweker, ja. Samen met mijn broer Robert heb ik dit bedrijf. Het bestaat toevallig dit jaar 25 jaar. In 1987 zijn we, nou wij met z'n tweeën dan en met mijn vader doorgegaan met dit bedrijf onder de naam CG van den Berg en Zoon. En ja, dat bestaat nu dus 25 jaar. Mijn vader is inmiddels overleden, maar die was er daarvoor ook al uit. Maar, Dus al van kleins af aan opgegroeid in het bollenvak? Ja, ja. Nou is het januari, de bollen zitten allemaal in de grond. Links en rechts zie ik al wat neuzen door het stro heen prikken. Hoe krijgen jullie nou die bollen op tijd in bloei? Nou ja, daar gaat een hele behandeling aan vooraf natuurlijk. Je begint eigenlijk in de zomer al. Dan haal je de... In de zomer voorafgaand aan de lentetuin? Ja, ja, dan haal je de beste bollen uit je plantgoed vandaan. En die zet je weg en die krijgen nog wat warmte voor een goede bloemvorming. Mm-hmm. En dan krijgen ze een koude behandeling. Eerst nog een beetje tussentemperatuur en dan gaan ze de koude behandeling. Tussentemperatuur van een graad of 17. En dan gaan ze naar 9 graden. En bij die temperatuur vindt de strekking plaats. Strekking? De strekking van de spruiten van de planten in de bollen. Die hebben kou nodig om op lengte te komen, zeg maar. En dan na die koude periode komen ze hier in de kas? Ja, dat klopt. Ja. Dan worden ze binnengehaald. En dan worden ze bij een graad of 17, 18 worden ze klaargestoomd voor de lentetuin in een week of 3-4. Dus met ongeveer 3 à 4 weken staat hier alles echt in volle bloei. Maar het ene gewas bloeit eerder dan het andere gewas. Hoe regel je dat dan? Wij hebben hier dan 2 afdelingen. De een is wat kouder dan de ander. En als ze wat langzamer moeten broeien, omdat ze anders te snel klaar zijn, dan zet je ze in de koude afdeling. Yeah. En gaat het daar ook nog te hard, dan zet je ze wel eens in de schuur. Ja, dan gaat het steeds een stapje terug, ja. Totdat je denkt van nou, nu moet het ongeveer met een dag of 5 bloeien. En dan gaan ze de warmte weer in. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Zo doe je dat een beetje, zo probeer je het een beetje gelijkmatig in bloei te krijgen. Ja. En hoeveel soorten hebben jullie straks staan? Poeh. Ongeveer. Nou, ongeveer. Nou, een soort of 30, 40 denk ik, aan tulpen misschien. En een stuk of 10, 12 aan hyacinten. En ook zoiets aan narcissen. Dat is best heel veel. Ja, dat is behoorlijk veel. Ja. We hebben ook een vrij breed assortiment. We hebben geen grote arealen, maar wel heel veel soorten. Zijn er nou nog bepaalde soorten dat je zegt van nou, dat is wel een kans hebben om mee te dingen naar de gouden bolbloem? Ja, dan moet je er 3 hebben, hè, voor de gouden bolbloem. Dan moet je van ieder gewas moet je er eentje aanwijzen. En dus die zitten er wel tussen, ja. Een Fairy White bij de hyacinth is een goede kans hebben, denk ik. En bij de, dat moet zich allemaal nog bewijzen natuurlijk. Wat er het beste uitkomt, dat wijzen we aan. Ja. Nou, dat gaan we je op de tuin met planten, gaan we je dat nog een keer vragen. Van, nou, waar gaan de stokjes bij? Ja, dat is goed. Ja. Maar dan weet ik het waarschijnlijk nog niet, want dat weet ik pas op het allerlaatste moment. Dus, ja. Ja. Hey, als hier straks alles klaar is, dan gaat het in de potten richting de zaphal. Weet je nou al van tevoren hoe je dat neer gaat zetten? Of wordt dat van tevoren bepaald door anderen hoe je dat neer moet zetten? Wij zetten het altijd al van tevoren klaar hier in de schuur. En, jullie maken een soort droge opstelling, zeg maar. Ja, ja. We meten de stand even op. En die tekenen we hier uit in de schuur op de grond. En dan vullen we met de gewassen die we hebben. In de potten die we klaar hebben. En dan maken we er een foto van. Als het helemaal naar ons zin is. En dan hoeven we daar in de lentetuin niet meer over na te denken. Dan kunnen we het er zo in zetten. Ja. Voor de voet op. Dan ben je wel een van de uitzonderingen in, denk ik. Want andere jaren, als we daar dan lopen met op de plantdag. Het is altijd een feest om te zien hoe ieder potje weer 2 centimeter naar links en naar rechts gaat. Ja, dat klopt. Nou, zo waren wij ook eerst aan de gang. En dan zint het weer niet, dan moet het er weer uit. En dan moet het weer anders. Allemaal weer verplaatst worden. Dat vonden we niet handig. Ik denk dat moet anders kunnen. Dus zodoende, sinds een jaar of 5 doen we dat nou, denk ik. Zetten we het gewoon hier van tevoren al klaar. Nou, heel efficiënt volgens mij. Ja, ja, super efficiënt. Hebben jullie de Gouden Bolbloem wel eens gewonnen met het bedrijf? Ja, 2 keer.
hebben gewonnen in 2001 en in 2003. Dat is best wel een hele eer, denk ik. Ja, dat is het zeker. Ja, absoluut. Ja, dat blijft het streven van iedere deelnemer, denk ik. Ja, goed, je moet dan wel 3 verschillende gewassen hebben om mee te kunnen doen. Ja. Maar iedereen probeert het beste van het beste te laten zien natuurlijk. Ja, hier zitten de bloemen ook al mooi in. Ja, een dubbele rosje. Dat is een zwarte hyacint. Een zwarte hyacint? Een zwarte hyacint. Ja. Die heb ik echt, volgens mij, die heb ik nog nooit gezien. Nou, hij heeft al 2 keer op de lentetuin gestaan, dus je moet hem gezien hebben. Jawel, in een schaal ergens bovenop. Ja, bovenop. Vorig jaar. Ja, in een tonnetje. Ja. Bovenin. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is ook heel bijzonder. Ja. Ja. Hebben jullie zelf gekweekt? Nee, die hebben we gekocht bij een veredelaar, bij Gerard Brouwer. En veredelen jullie zelf ook bloembollen? Ja, tulp alleen. Geen narcissus of hyacinthe. En wel nog nieuwe soorten in aankomst? Ja, zat. Zat nieuwe soorten. Maar ja, goed, dat... dat duurt jaren. De echte goede... Ja, dat duurt jaren voordat je dat uitgeselecteerd hebt. Ja. Kijk, je doet er regelmatig weer wat broeiproefjes. Kijk je hoe die het doet. En of het moet iets heel apart zijn voor in de tuin. Wat niet broeit, dat kan ook. Ja. Maar wij hebben eigenlijk wat meer op het broeiassortiment gekruist. Dus het gaat meer om de broeitulpen bij ons. Maar, er zit wel eens een hele aparte... ik heb wel een paar hele aparte dingen nog staan. Die komen dan zomaar tevoorschijn. Ja, ook een lucky shot. Ja, een lucky shot. Ja. Ja. En hoeveel jaar duurt het dan voordat je een beetje een partijtje hebt? Nou, echt van het begin van het eerste zaadje af tot een leverbare soort, zeg maar, ben je wel 20, 25 jaar bezig, hoor. 25? Ja. Dat is echt een levenswerk, is het. Ja, ja. Dit heb ik ook nog nooit gezien. Nee. Nee. Kijk, mooi. Meerdere bloemen uit één bol. Ja, prachtig. Bloementrosjes zijn ook wat kleiner, hè? Ja. Want dit is die, daar komt echt zo'n grote toevoeg. Ja, daar komt echt zo'n grote in. En dit is gewoon wat apart. Hier komen wat meerdere kleinere bloemetjes in. Ja. Ja, dat is juist wel leuk, vind ik. Ja, erg leuk. Dit is dan de blauwe. Ik heb ook een rossenmutant erin gevonden. Die grote trossen is mooi, maar het nadeel is dat ze zo gauw omvallen. Ja, en dan doen deze niet. Nee. Deze blijft echt gewoon staan. Uit zichzelf, of gaat er zo'n pennetje in? Nee. Want dat mag wel, hè, op de lentetuin. Ja, mag je wel. Mag ze wel pennen. Ja. Ja. Alleen Aeolus, die wordt wat lang, dat is ook een snijhyacint. Dus die valt. Ja, die hou je niet als die zijn topzwaar. Die zijn topzwaar, dus daar zit wel een pennen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. Nou, we zijn nu op dit moment, het staat net in de kast zoals je al zei. We zouden het leuk vinden als we in de komende weken gewoon nog 2 of 3 keer bij je binnenvallen om het gewas te zien. Vind je dat goed? Ja, dat is prima. Nou, oké, gaan we dat volgen en dan gaan we zien wat het wordt. Is goed. Oké, dan zien we jullie wel. Gisteren uit Lissabon, ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag, kattenbel, want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Marcel, we zijn inmiddels 14 dagen verder. We hebben enorm veel vorst en sneeuw gehad, maar je tulpen zijn toch goed gegroeid. Ja, dat is eigenlijk sneller gegaan dan dat ik verwacht had. Moest je nou nog extra stoken hier in de kas? De kachel heeft de temperatuur hier aardig op peil kunnen houden. Dus we hebben niks ingeboet aan snelheid, zeg maar. Okay. Het is allemaal goed gegaan. Want ik zie al behoorlijke bloemknoppen zitten, vooral in de hyacinten. Gaat dit nou niet te snel?
Nou ja, nee, de hyacinten die moeten nog wel wat doen. En ja, voordat ze moeten echt helemaal volledig in bloei staan. Hè, dus daar hebben ze nog wel even werk aan. Maar ja, tulpen, sommige tulpen zijn wel een beetje wat vlotter. Ja. Die moet ik wel een beetje remmen. Die mogen straks toch weer even in de koelcel. Ja, of in de schuur. Nou ja, ja, goed, dat kan nu niet omdat het vriest. Maar goed, dan zetten we ze wel in een verwarmde schuur. Tevreden met zoals het omhoog komt? Ja. Ja, ik ben eigenlijk heel erg tevreden. Ik heb het eigenlijk nooit zo mooi gelijkmatig in bloei zien komen eigenlijk. Ja. Nou, wie weet zitten de potentiële winnaars tussen voor de gouden bolbloem. Ja, dat weet je nooit. Ja. We hebben wel een ideetje hoe we het al een beetje op gaan stellen, maar... Ja. Dan letten jullie ook vooral op kleur dan en zo, of op hoogte van de bloemen? Ja, je probeert er zo gevarieerd mogelijk stand in elkaar te zetten. En ja... Maar ja, dat zien we pas als we weten wat voor materiaal we hebben. Ja. Dat kun je nu nog niet zeggen. Kijk, niet alles zal helemaal lukken. Dus ja, misschien dat er een paar soorten niet inkomen. Omdat ze niet voldoen aan de kwaliteit die wij eisen. Ja. En ja, dus je kunt niet van tevoren zeggen van dat en dat komt erin en dat gaan we sowieso doen. Dat komt echt allemaal op het laatste moment aan. Ja. Nou, dan zien we elkaar volgende keer weer hier bij jou in de schuur als je aan het oppotten bent. En... hopen dat het resultaat mooi zal zijn. Ja, dat is prima. Hartstikke goed. Dan zie ik jullie over, nou, pak een beet, 14 dagen denk ik wat. Hè? Ja, oké. Goed. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag. Zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de landen waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde, dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief. Nou, over 14 dagen zijn we hier bij de Zaphal in Bresant. Dan bruist het hier van de activiteiten. Er wordt volop gebouwd aan de tuin. We gaan ook nog even terug naar Marcel om te kijken hoe het is met zijn tulpen. Dus ik zie u graag over 14 dagen weer. Met al het liefst.